Das Schildglied ist auf einer Form gegliedert in der Hals, nicht unter der Adamsapfel. Er besteht aus zwei Quappen, die sich befinden an beiden Kanten von der Luchtpijp. Ondanks zijn kleine afmeting heeft de schildklier een belangrijke taak. De schildklier produceert schildklierhormoon, dat belangrijk is voor de groei en energiehuishouding van het lichaam. De productie van het schildklierhormoon wordt weer gestimuleerd door een ander hormoon, het zogenaamde schildklierstimulerend hormoon, ook wel bekend als thyroid stimulating hormoon TSH. TSH wordt afgescheiden door de hypofyse. En de hypofyse is een kleine hormoonklier onder de hersenen. De schildklier heeft jodium nodig uit de voeding om schildklierhormoon te kunnen produceren. Er zijn eigenlijk twee soorten schildklierhormonen die geproduceerd worden door de schildklier. Thyroxine, ook wel T4 genoemd, en triiodothyronine, ook wel aangeduid als T3. De nummers 3 en 4 in de naam geven de aantal jodiumatomen aan in het schildklierhormoon. T4 is inactief en wordt in het lichaam omgezet in het actieve schildklierhormoon T3. Schildklierhormonen worden door het bloed getransporteerd en wordt in de weefsel van het lichaam opgenomen waar het zijn werk doet. Schildklierhormoon speelt een belangrijke rol bij alle processen, in het bijzonder de groei, ontwikkeling en energiehuishouding. Een tekort aan schildklierhormoon leidt tot verlaging van die processen, terwijl te veel schildklierhormoon juist kan leiden tot een niet ongewenste versnelling van de lichaamsprocessen. In een andere animatie vertellen we je meer van de verschillende schildklierproblemen en bijbehorende behandelmogelijkheden.